Spekenijen, joh, daar zeg je me kaas. Geluk in Tuk, ik hop uit vind. Meer geluk in Tuk, dat heb je ja waar. Gewoon een douder bindt, sloerig en me. Goed en gezond, van weegt het te grof, trekt een cirkel zich rond. Van jongele en alle grond, komt al het leven. Niet nu! Kan je me even helpen? Ik ben reeds drukdoende, dat ziet je toch? Ja, ik ook. En het is verrekte zwoer. Venna! Een artiest! Eenmaal aan de scheppende arbeid stoort men niet. Begrepen? Tja. Eerst was ik zien muzen. Dus ik stil bleef staan, zodat ik inspiratie kreeg. En nu stok Malte dan in de weg. Hoi, hè? Parijs heeft zijn Eiffeltoren en Dinkeloof voor zijn engen. En we met voorstellen een tuinkabouter. Wat? Hoi, Waslus. Ik heb velkens drie. Hè? Ja, je wordt bedankt, hè? Nou, is het hem in de pletslaan of is het hem in de pletslaan? Het is een kat in de pletslaan. Is er nooit geen kleine tuinkabouter meer? Nee, of Joffe Zilver. Het is me goed dat je met op onszelf woont, of niet? Kan je me nog even helpen met die andere struik? Nou, ik zal oma alweer gaan helpen. En ik dan? Ja, haal afspraken. Nou, tot dan maar. Op tien uur, hè? Ja. Aait van een keertje wonder. Hé, hey, Jens. Hé, hey, nou mijn lus. Gek. Nou, welkom, Toes. Hé, hey, mijn favoriete keelke. Wow. Oh, hij is hartstikke leer geweest. Ja, maar hij heeft mij vast niet gemist. Maar ik kwam zwaaien. Zijn Eva is nog geweest. En je moet groeten hem en man dan middag dan kunst. Oh, echt waar? Ja. Oh, leuk. Nou, laat Rex wat te eten maken. Dat gewichtloze vleesmachine voor blijkt de boodschap ook niet over. Oh, ik wil eerst even naar Fenna en zeggen dat ik er weer ben. Ja, ze komt er toch zelf wel achter? Ja, ik heb er zo lang niet gesprongen. En ik wil het knoortje geven. Nou, dan bel je er even. Jens, ik ben zo weer, oké? Ga je met? Aju. Nou. Gezellig. Hey. Hey. Goed daar je bent. Ik heb direct sleutels inlouwen. Sleutels? Van de tourbus. Ik weet niet wat die Leuvelm van plan wil. Niks. Met hoe en hoe ben je Bill helemaal niks meer van plan? Niks? Oh, dat is dan even een rap verdiend. Maar ik even vang? 20. En waarom zal ik ook 20 euro geven? 20.000. Ik bedoel, zo'n naki. Waar hadden we het over? Het contract. Return to Sender stelt zich garant voor optredens in Nederland en in Duitsland voor een minimale vergoeding van 20.000 euro op jaarbasis. Zo steeds, Scrap. Ja, en wat dan nog? Als jullie onder dat contract uit proberen te komen, dan eis ik een schadevergoeding van 20.000 euro. En die bent toch uw handtekening? Je bent jouw stijl gek. Wat moet je toch met zo'n kerel? Je hebt hem nooit ook met ene kans van hem. Het is gek dat hij zich naait vult. Nou, naait hij nu wel. Maak hem niet na, Janice. De Loan heeft geen podium op de stoel. Oh, nee. Dit contract is juridisch dichtspiekend. Het is toch
voordeel van Jor in de bak zit, dan ken hij de wet van binnen en boeten. Wat is zo'n geluk, hef? En moeten we hem maar terugnemen? Au, Miliek. En Roos, wat moet je dan met hem? Ik dacht met... En minder dan die 20.000 euro doken, neer. Anders heb ik nog wel wat contact die een beetje druk om kunt zetten. De mazzel. Heeft de sleutels nog? Als het dat ons grootste probleem is. Nee, Sira mag geen vlees. Alleen geen varkensvlees, hè? Op een pizza, Sira. Dat is ook van ver. Of pinda's, dat kan ook doen. We hebben het hier wel over een Irakees gezin, hè? Nee, over een met uitsterven bedreigde diersoort. Maar Sira lust hem aan geen pizza's. Hoe weet Ira nu? Ik ken ze jou helemaal niet. Is zeker waar. Dat zeg ik niet. Roos houdt het wel met gezellig. Ik wil wel dat Sira in zijn vaas zich hier toespult. Zo benen met hem gewoon. Waarom? Ja, en mooi deel. De ene dag voor zilver en de andere dag verder net. Dat kan ik. Oh nee, waarom niet? Omdat het vreemdschoon is en dat mag niet. Oei, wauwe, arm en geen te kom. Waar alleen is dit soort wies in vandaag? Nou, jas zien vaar, hoor. Pint scheen. Want zien vaar en ander. Maar dat even zien vrouw opbiecht. Hartstikke stom. Wat is daar nou stom aan? De mol van Jos, dat heb niet alle dagen te huilen. Had het te veel bij de nicht kunt zingen. Riest en kip, wat hou nog meer? Ik heb het al een beetje met de voorbereidingen. Ja, ik moet nog geen boodschappen doen en dan hebben we alles in hoes. Goed, jongens, pak jullie spullen. We moeten gaan. Haal jij ze ook weer van school? Jouw mannetje. Ja. Nou, kom. Hé, jongens, wacht nog even. Kom, zie je. Hé, hey, lust toch hoor, hè? In mijn nicht zeng dat Sirai en Siva hier in Tietke komt wonen. Ze kan hier toch onderdoen? Ja, zoiets. Maar ik weet niet wel of ik kan vertrouwen. Dus klep dicht. Jongens, afschieten! Wat heeft dit te betekenen? Wat ben je van mij aan het koppen, Minnie? Of had je dat van mij opzet? Of was een ontbijtje maar? Ja, voor die. Ik had het vergeten. Oh, nou ja, het is nog goed afgelopen. Het gaat niet goed met mijn Minnie. Het gaat net als met mijn vader. Ze kreeg me met geen 1000 peren naar zijn tehoes. Dat gaat ook niet gebeuren, Willem. Doe please, baby. Ik zal voor die zorgen. Nou, ga die nummer aan zo maar trekken, hè. En ik ga wel even een oetsmieden voor ons maken. Met hem. Nou. Is dit hoor? Prachtig. Ja, we waren nog geen 4 uur voort van Bruloft en toen stonden we op Mallorca. En ik zag het hangen in het boutique en ik dacht direct, dan pas mijn grote zuster. Nou, als het muiltje van Doorroosje. Sneeuwwitje. Heet mooi, hè? Ja, hè. Nou, dat zie je anders niet nooit. Nou, ik ben gewoon bij het kameur, maar... Nee, we hebben het fijn uit. Assenpoesten. Assenpoesten? Ja, met een glazen muiltje. Dus nu weet je aan een glazen kist. Hé, wat leuk dat je mijn kaartje hebt gestuurd ook. Fenna, die foto... die niet op Maas Fjorden heb laten zien... mag ik er nog eens even naar kijken? Als het bleef, moet ik je holder eens overop. Ja, het zoekt me een heel die dummy kop.
weet waar deze foto is, num. Ik ben hier vroeger vaak met pa was. Weet nog dat pa ons heeft leren skaatsen? Maar dan kloven, dan kwam hij over het kerkpad hier langs. Dat is een grafsteen. Een grafsteen? Ja, vlak bij de oude begraafplaats, net boven het hek. En pa stopt mij dat even. Ik heb geen idee waarom. Nou, dat is minor opvouw. Weet wat? Ik ga er eens heen, even kijken of hij nog steekt. Wat is er toch te doen? Ons Bredro heeft zichzelf op een sokkel van grote Twentse importkunst nazat. Je moet toch eens kwasterig zien doen met zijn fans. Het lijkt jou wel een secte. Verder ga je met. Fenne! Ik wil je zo rap mogelijk weer voort, want het is helemaal geen plek voor kleine Hendrik. Fenne, misschien. Misschien. Je stuurt me uit even stil naar het skaatsen. Kom een paar minuten aan weer worden, Riem. Sarah. Ik begrijp niet wel hier te zoeken. Hey! Hey, Ida! Ho, Seven! Hoi. Hoi. Zou ik wat met Frank? Weet hij van wel eens dat grafje door is? Ja, dan heur nu officieel bij de begraafplaats. Dat is boetende hek, dat is ongewijde grond. Ongewijde grond? Ja, je vroeg een zoofmoordenaar van of een boetnechtelijk weg. Dan kreeg je geen officiële begraafplaats, dus ook geen officiële groven. Misschien wel een Duitser. Een Duitser? Ja, in een weggaan van een Duitser. Dan kun je dat beter voor iedereen verzwien. Ja, er gebeuren vroeger wel gekkere dingen. Bedankt. Een Duitser? Waarom stond dit graf op een foto van pa? Nou, kom. Ik ga nog even naar ma. Ja. Ja, ik ga met. Ja, en geen woord hierover, hè? Ja. Ja, begrijp het. Oké. Okay. Ja, dank u wel. Ik bel er nog. Jo. Nou, ik ben maar klaar met. Als de rondste ondertekenen, hebben we geen poot om op te staan. Het was maar een fokkerig stukje papier. Al hebben we het op een stukje pleerpapier geschreven. Maar wat zeg je dit? Dat klopt toch niet? Je moet gewoon 20.000 euro aan zeg je dan. Shit! Man, wie komt toch nooit als een belachelijk bedrag? Hier komt Serge niet met voet. Geen cent kregen. Laat maar uitvechten van de rechtbank. Nee, maar de advocaat is... Hoor, noem maar even bedaard. Serge heeft een strafblad van Rekken tot Harreveld. Of denk je nu werkelijk dat ze zo crimineel eerder geloofd als ons? Hé, hey, ik heb allemaal gehoord. Dat beloof ik ook. Geen chocolademelk. Gewoon water. Nee, dan drink ik nog gewoon leeuwen water. Niet dat bubbelspul uit een flesje. Maar gewoon water. Het doet zijn rechten voor ook aan in flesje. Het moet niet aanhalen. Dat moet niet. Ja, kloorwater uit een kraan. Dat is toch het beste? Kloor in het glas, kloor in een kop zeker. Mini, heb je nog twee burgers? Ja, doe weinig, hè. Komt er zo. Ja, als je straks een maaltijd hebt.
Hey, ma. Hoi. Hoe heet het met? Goed, maar droog. Heb je een mooie vakantie gehad? Ja. Hoe herinner ik je dat? Olie's boeren en spullen. En wie komt even een kopje koffie drinken? Ja. We waren toevallig in de buurt. Ja, maar ik heb geen zin om de tuur. Willem, dat geeft toch zo niet. Kom. Kom. Doe er even haast aan trekken. Maar, zal wie de bar even doen? Nee, ik red me wel. Toon nu maar. Ik kan niet Willem helpen. Hallo. Zo, had Alwie vandaag geen tijd om de kinderen zelf op te halen? Oh, jawel, maar wij hebben de taak prima verdeeld. Wij vullen elkaar aan, iedereen tevreden. Vindt Alwie dat zelf ook? Hoe bedoel je? Nou, dat hij genoeg liefde en aandacht krijgt. Oh, onze relatie is uitstekend. Ja, in de afgelopen jaren is de band alleen maar sterker geworden. Kom op, Patricia. Dan hoeft Alwie toch niet bij mij te komen eten als hij bij jou genoeg krijgt. Ben je gek geworden of zo? Of geloof je me soms niet? Dan moet je misschien maar eens vragen naar dat speciale souveniertje. Souveniertje? Mm-hmm. Heeft hij achtergehouden als aandenken. Roos, intiem. Je bent gek. Ik zou hem als heel goed zoeken als ik jou was. Rooskant met rosetjes. Je zou je moeten schamen met die rare fantasieën van je. En dat staat iedere dag mijn kinderen te onderwijzen. De waarheid is hard. Dit helemaal niet te horen. Als je maar niet denkt dat ik het hierbij laat zitten. Ik zal de onderwijsinspectie hiervan op de hoogte brengen. Die zou je zelf wel sterfelijk belachelijk maken. Nou, kom aan, Willem. Zou ik hoe komen dat die blijven helpen? Nee, ik kan het alleen wel af. Maar je met Willem toch een beetje in de gaten, hoor. Ik heb tiet zat. Nou, moet je toch eens kijken. Zo. Ja, je hebt een jetlag. Maar ik ben op Mallorca wes. Daar heeft geen tijdverschil. En maar die met die klein geen warm eten hem dan. Ik ruim alleen maar wat op. Ma? Wel van Mirjam. Wat? Heeft pa de naam als loon van? Monkey. Zo is het druk om te nul. Ik moet druk aan het werk. Maar ik wil alleen maar weten of je die naam als gehoord hebt. Honky, Fenna, het wordt de hoogste tijd hij gehoord. Ik heb al genoeg aan de kop. Schat, hij wil nog kussenslop. Jij nou aan het doen? Alwie, ik moet het je vragen. Wat heb jij met juf Amber? Wat? Juf Amber? Niks. Als het zo is, dan wil ik het nu weten. Er is niks. Hoe kom je aan die onzin? Ik heb hier en daar wat opgevangen. Nou, wat heb je gehoord dan? Dat jij de oude schoolrelatie nogal letterlijk neemt. Nou, ik weet niet wie die heeft lopen kletsen, maar dat is echt gewoon niks van waar. En dat mens is ook niet helemaal in orde. Maar hoe zit het dan? Zij zat achter mij aan. Ja, dan ben ik ook gestopt met die reparaties op het schoolplein. Dat mens spoort echt niet. Dat kun je wel zeggen, ja. Ik zweer je dat er niks aan de hand is. Echt niet.
verbaast me ook dat je me niet vertrouwt. Ik was ook zo geschrokken. Ja, in het begin was ik gewoon aardig en toen werd ze steeds opdringeriger. En toen ik zei dat ik niks met haar wilde, toen werd ze zo hellig. Sorry, Alwi. Ik had ook niet aan je moeten twijfelen. Nou, hebben we nog kussensloop? Nee. Alles goed? Alles goed. Boven het kastje. Ze kon toch maar gewoon antwoord, Gem? Ja, je wil bedanken, mom. Dan kunnen we van deze af aan beginnen. Nou, ik ben net stiekem een gedoe meer dan zat. Ik wil gewoon wel of de Mirjam waar. Nou ja, denk je nou echt dat ma door... Echt waar. Koenraad, het wordt fantastisch. Stel je voor, een forse, brede sokkel. Daarop het beeld der beeldenissen. Mijn Twentse land. Dat kan straks echt helemaal niemand omheen. Wil jij zo... Mans, Oldeweerding, hier is die nou in levende lijven. Dit is hem nou, hier, de enige echte man van de oude grond. Zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt, hè, Mans. Goud eerlijk, uit de klei getrokken, puur natuur. Een prachtige plattelander, hè. Hey, jongen, hoe is het anders met je? Ja, kom slechter. Kom slechter, dat bedoel ik nou, hè. Daarom hou ik zo van temperamenten, man. Hè. Altijd recht voor zijn rapen. Ja. Meteen goud eerlijk, zonder enige poeha. Zo, dan noem maar hem een kumke koffie drinken. Ja, maar wel op mijn rekening, beste jongen. Oh. Trouwens, nou ik jou spreek, zou jij zo vriendelijk willen zijn? Om als mijn beeld wordt onthuld, een woordje te doen. Ik, is daar niks voor mijn zus meer staan tussen al die boeksprekers. Wat daarom juist, jongen? Hè? Jij bent een vlees geworden Twent, het vlees geworden boerenplattelandleven. Jij gaat het doen. Jij bent mijn vriend afgesproken. Met hulde op de kunst. Op de kunst. Op het leven. Op het leven. Het is toch nichtige leum, hoor, te zeggen terug. Mans, den blote, kom geen kaart uit. Man, het wordt tijd dat we weer met beide voet op de grond kunnen. Wat een windbuil. Juridisch advies. Contractbreuk. Gratis eerste consult. Ben je er aan het doen? Ja. Ik wil Serge verwin. En wie moet gewoon een goede advocaat of adviseur in arm nemen voordat hij alles overhoop begint te halen. Ik bel man vroeg Drex. Geloof me nog meer. Serge heeft geen podium op te staan. Je bent nog niet zo droog, maar... Hey, Roos! Hey, Roos! Leuk, is van een camera. Ben je daar hele leuke dingen mee kunnen doen? Serge, wat doe je dan? Wat heb je met Roos dan? Luister, als dat geld niet via Oeleu komt... dan werk ik nog wel een paar andere manieren om bedgebied te verdienen. Serge... Zij is dan normaal. Hey Roos, daar nodig ligt bij Rodon. Geen wonder dat Roos niks doet. Hij heeft de onkruid in de kop staan. Ze stond als een papegaai. Net Nico. Gewoon met hem rusten, Willem. Ik loop maar met die met. Misschien is het maar beter zo, Mini, dat het er zo niet meer zoveel van in de gaten heeft. Oh, ik weet niet hoe lang dit nog doorgaat. Ik red het alleen niet meer. Wat aan is net weer een klein kind. Dicht aan. Maria. Ik zat zo te praktiseren. Wil zo me niet helpen met Willem? Ja, ik wil me de kinderen niet om hals schoen ben. En omdat hij toch in de toezorg werkt. Doe, Mini. Al plezier. Ja, maar dat heeft niks met toezorg te maken. Dat nemen we hier eigenlijk nog naar verplicht. Nee, daar komt niks van hier. Als je voor mij werkt, dan word je ervoor betaald ook. Dat zou toch wat moois zijn. Kom maar goed, Nini. Echt maar. Ik geloof niet dat we een ring krijgen. Waar die mensen? Ik weet waar we ouwe.
Broeking is aan Gruskun. Dan zal het maar niet gaan regen. Zuk hier. Antwoord. Weinig verlang. De juiste vraag staan, dacht je toen. Oh. En wat mag de juiste vraag dan wel weer, mevrouw de profeet? Nou, mevrouw van Bentheim. Waarom kon ik niet wachten tot uw beste vriendin weer was? Dus ik heb ze te laat. Ik heb me zo mist. Ik ook. Ben je lenig? Ja, vertel ik allemaal nog maar. Jens zei dat hij altijd in het Karkbos alleen aan het wandelen bent. Waarom? Vertel ik me nog wel. Kom. En je mag natuurlijk ons internet gebruiken en de telefoon. Als je maar niet de hele dag naar Irak gaat lopen bellen. Oh, wees maar niet bang. Ik bedoel maar, ons huis is jouw huis. Dank je wel. Kijk, dit is het huis waar je in komt te wonen. Dat kan ik ook zeggen hoor, ik woon hier. Hé, jongens, help even mee. Doen. Nou, dit lag je nog. Ah! Welkom! Goed je weer te zien. Hallo. Hoi. Dit is Erik. Zal ik de kamers even laten zien? Dat is goed. Schat. Wat is er?